Goedemorgen, we zijn hier aan het begin van de dag die gaat beginnen met een aantal toonaangevende leveranciers die uiteindelijk het netwerk onzichtbaar gaan maken. Dat is een beetje naar je eigen business wegwerken, zou je zeggen. Dus misschien, hoe zit Brocade hierin? Die business gaat niet weg, denk ik. Maar wat doe je dan, wat doe je dan wel? Wij proberen eigenlijk het netwerk gereed te maken voor de wensen en behoeften van een aantal megatrends in de industrie. Hè. Megatrends zijn de mobility, zijn de cloud, social, big data. En wat deze trends eigenlijk met elkaar gemeen hebben, is dat ze allemaal eigenlijk het netwerk centraal zetten. Dus we proberen eigenlijk het netwerk te optimaliseren, een ideale fundering te creëren waarbovenop de technologieën zoals SDN en NFV kunnen uitrollen. Dus het begint eigenlijk met het netwerk. Het netwerk moet eigenlijk de nieuwe technologieën mogelijk maken. Dus het is onzichtbaar misschien voor de klant, maar het is net zo goed, moet daar technologische vernieuwing en de next thing in zitten. Ja, precies. Er moet een technologische vernieuwing in zitten. En uiteindelijk, elk netwerk moet ook data verplaatsen, moet pakketten forwarden. En wij zien dat de meest ideale ondergrond is dan een Ethernet fabric. Een Ethernet fabric maakt elke omgeving beter. Is Brocade ook bekend van geworden? Ja, is Brocade bekend mee met fabrics, Ethernet fabrics en ook fiber channel fabrics. Voor IP heette dat Ethernet fabrics. En de openheid, de data path efficiency en de automation die wij brengen in het netwerk maakt elke omgeving makkelijker en gereed voor die software enablement, voor die nieuwe innovaties in het netwerk. Want bijvoorbeeld om nog een concreet voorbeeld te geven, jij kunt dan misschien wel heel makkelijk met Nutanix pizza dozen heel snel je netwerk uitbreiden. Ja, klopt. En heel snel, en dat gaat niet meer naar SAN. Maar die dingen moeten nog wel met elkaar praten. Ja, precies. Bijvoorbeeld zo'n Nutanix-omgeving, die moet met elkaar gecommuniceerd worden. Die hebben een gedistribueerd filesysteem dat over het netwerk met elkaar verbonden wordt. En dan wordt onze Ethernet Fabric wordt eigenlijk een soort backplane voor de Nutanix-omgeving. En dat netwerk heeft alle paden beschikbaar, alle paden zijn gelijk en kunnen eigenlijk alle paden gebruiken in het netwerk. Dus het is eigenlijk ook omdat... zeg maar dat netwerk, dat fabric die mogelijkheden heeft, daardoor kun je op een hoger niveau dat ook helemaal met klik, klik, klik segmenten maken. Precies, en proberen eigenlijk alles ook zoveel mogelijk te automatiseren in het netwerk. En dus een fabric heeft eigenlijk een vijftal features. Het is ware democratie, dus elke switch is gelijk aan elke andere switch. Dat wil zeggen, je hebt een lage een flat network met geen hiërarchie, geen single point of failure. Dan heb je daaronder een gedistribueerde intelligentie. Dus elke informatie, elke poort, de kennis wordt gedeeld met elke andere poort. Zodat als we een VM van de ene poort naar een andere poort wil verplaatsen, dan is zijn die gegevens al aanwezig, is het poortprofiel aanwezig. Dat is allemaal geautomatiseerd. Nou, native automation is een derde punt. Dus we willen eigenlijk zoveel mogelijk automatiseren, zodat je dat niet meer handmatig allemaal moet doen. Dus wanneer we een switch toevoegen aan het netwerk, dan leert die zijn configuratie uit het netwerk. Die hoeven we niet handmatig te configureren. Wanneer we bandbreedte bij willen voegen, dan hoeven we alleen maar een kabeltje te steken in de ene switch en in de andere switch. En daarmee is de bandbreedte verdubbeld. Ja. En niks lags configureren op meerdere switches, handmatige werkzaamheden. We moeten dat altijd doen. Dus absolute persistence is eigenlijk het vierde punt. Dat wil zeggen dat je altijd, ook als je een poort verliest of een switch verliest, nog steeds verbindingen hebt en het meest ideale pad kiest door het netwerk en alle paden zijn ter beschikking. En als laatste punt moet je dat zo snel mogelijk doen, zodat je dat op de meest efficiënte manier afhandelt. Dat is eigenlijk wat een fabric hier. Ja, nou, ik ben benieuwd wat de dag brengt. We hebben een fantastische spreekt, jullie geven ook sessie, jullie hebben ook een stand, dus de mensen stromen hopelijk stromen binnen. Ik zag het al gebeuren, dus dank voor het interview en we spreken elkaar vast in de loop van de dag. Graag gedaan, bedankt. Bedankt jou.